Nu mag het zelfs nog niet, maar op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het klimbos hier in de Biesbos. En vanaf 12 mei, dan kunnen we de boom in. Ja, we zijn in november begonnen met bouwen, dus we zijn al bijna een half jaar bezig. En nou, de winter is natuurlijk met sneeuw en ijs en ook in die periode bouwen we gewoon door. Ja, onze mensen vinden het ontzettend gaaf om dit te bouwen. Dit is het eerste bos wat we helemaal zelf bouwen. En ja, zodra het kon, is iedereen weer de bomen ingegaan. Min 10, nou vandaag is het heerlijk weer. Nou, dat is ook wel fijn, maar het maakt voor de bouwploeg niet uit. Die gaan altijd door. Hier komen in totaal 7 routes in het klimbos. En de eerste 5 zijn nu helemaal klaar. En we leggen de laatste hand aan de laatste routes. Dus we gaan de goede kant op. Deze routes zijn 5 tot 7 meter hoogte. Dit zijn de reguliere routes en dit is eigenlijk de makkelijkste van de reguliere routes. Het bouwt een beetje op zoals skipistes. Dus we hebben de groene route, dan de blauwe route en de rode route. En dan hebben we nog een bruine route en dat is een helemaal tokkelroute. Dus dan ga je met 60 meter per tokkel grote afstanden. En dan zie je dus de Biesbos van boven. Heel gaaf. Ja. Ja, in een lusje en dan over de weg ga je naar beneden. En dan vlak daarbij zit weer de opgang voor blauw. Yeah. Die is weer net wat hoger. Ja, we mikken nu op 12 mei open. Is natuurlijk nog steeds een beetje afhankelijk van hoe de coronamaatregelen zich ontwikkelen. De gemeente moet natuurlijk toestemming uiteindelijk geven of een locatie open mag. En ja, met de gemeente zijn we in overleg wat de datum gaat worden. Wat ons betreft vlak na 11 mei, wanneer er weer van alles mag buiten. Dus wij mikken nu op 12 mei.